eerst hier het essay van Connie Palme laten signeren. Wat vindt u van de boeken van Connie Palme? Ja, heel goed. Ik heb een heleboel in mijn boekenkast. Jaren terug, ik woon in Amsterdam, ik liep stage in Den Haag en ik begon met IM, dat boek over Isha Meijer. En ik weet nog dat ik elke keer zo bedroefd was als de trein weer op het station aankwam, dat ik gewoon door wilde lezen. Het zijn gewoon boeken die je pakken eigenlijk. Ik heb heel veel boeken van haar. Ik had een hele stapel mee kunnen nemen, maar dat vond ik een beetje asociaal om dat te doen, want dan is ze nog wel even bezig. Dus ik ben ook heel blij met het boekenweekgeschenk, want het is echt voor mij gevoelens fressen. Ik hou niet alleen van boeken die op betrekkingsniveau spelen, maar ik vind het erg leuk als er ook veel filosofie in zit en allerlei bespiegelingen en dergelijke. Dat is eigenlijk wat ik in die boeken waardeer. Ik is toch steeds weer naar grijp eigenlijk. Ik heb deze drie nog niet gelezen, maar het mooie hieraan vind ik dat De Zonde van de Vrouw, ik zei net tegen mevrouw Palme, die geef ik aan mijn dochter, die is pas anderhalf, maar ik hoop dat ze als ze opgroeit ook af en toe wat regels overtreedt. Ik vind gewoon dat ze heel origineel denkt en goed schrijft. En wat is volgens u dan precies de zonde van de vrouw? Ik vind dat er geen zonde is, maar dit zijn geloof ik drie of vier vrouwen die allemaal hun eigen weg zijn gegaan en die niet de klassieke moederrol spelen. Dus ik geloof dat een hoop mensen de zonde van de vrouw vinden als ze zich daar niet aan houden. Maar volgens mij zijn dit juist de mooie sterke vrouwen en volgens mij is zij er daar ook een van. Die vraag is ook al zoveel gesteld en ik heb het er thuis ook over gehad, maar ik moest eigenlijk alleen maar aan Adam en Eva denken. Oh, er zijn een heleboel. Ja. Daar gaan we het nu niet over hebben. In 1999 heeft u al eens het Boekenweekgeschenk geschreven en nu het Boekenweek Essay. Hoe is het om weer met dat hele Boekenweek bezig te zijn? Ja, erg leuk. Het roept heel veel herinneringen op natuurlijk aan die allereerste keer dat ik dit mocht doen. Maar het is heel feestelijk en heel leuk en heel eervol. Dus ik geniet er enorm van. Wat is volgens u dan precies de zonde van de vrouw? Het is niet tot één zin terug te brengen. Dan hoef je geen essay te schrijven. Dus dat zijn meerdere dingen. Maar het gaat in elk geval over een overtreding waardoor ze proberen soevereiner te worden, autonomie te verwerven. En dat is eigenlijk het voornaamste. Ze overschrijden grenzen. En hoe waren de dagen die u de afgelopen week hebt gehad voor de Boekenweek? Nou ja, ze waren me echt, ik heb ervan genoten. Het was overal ongelooflijk druk. Zowel tijdens de signeersessies als bij de optredens. Mensen waren buitengewoon aardig, komen allemaal met cadeautjes en zijn heel lief en geamuseerd. Dus ik heb ervan genoten tot nu toe.